Ha, daar is hij. Geert Blanchard. Dat is een hele leuke vent. Die komt uit Leuven. Misschien dat we hem straks even aan u voor kunnen stellen. Die zegt, ik weet hier ook niet wat ik doe, maar ik vind het wel leuk. Hij is overigens Europees kampioen op deze afstand. Hè? Ja, binnen. Zo'n klein baantje, ja. Hele leuke vent. Zijn tegenstander is linkshalf bij Aston Villa. Die heet Green. Typische Engelsman. Ook een shorttrekker. Lee Green wordt gecoacht door Geoff Sandys. Die heel goed Veensels kan praten. Die bijna in Heerenveen woont al. Er zijn hier ook vertegenwoordigers van de Belgische Hardrijfederatie. En die vinden het fantastisch wat ze hier meemaken. Green, 26-2. Dat is hard van stapel lopen. En die Blanchard, ja, dat is ook nog een medisch wonder hoor, die vent. Die brak toch in één toernooi beide onderbenen. Dat hoort u goed, in één wedstrijd brak hij beide onderbenen. Dat werd toen een beetje tegen elkaar gezet, dat gebeurde in Calgary. En dat is nog niet zo lang geleden. En alles rijdt nu weer bij hem. Die benen doen weer mee. Green, 58-4. En de man uit Leuven. Belgisch Brabant dus. Die volgt dan. En die puft en steunt wat nu. Maar zoals hij net in de gang bij de kleedkamer zei, dit had hij voor geen geld van de wereld willen missen. Dit is absoluut de folklore. Beter natuurlijk dan Gomez en die onzin van toen. 1-32-8. Maar het blijft wel folklore. 1-35-9. Want er zijn gewestelijke trainers in Nederland zat die pupillen hier op het ijs kunnen sturen die meerijden. Met deze heren. En ze kloppen. Makkelijk. Fluitend. Maar de ISU is altijd trots. Als er veel landen deelnemen aan zo'n kampioenschap. Want dat stelt het wat voor. Hè? 16 landen. Roept men dan. Ja, ja. De Belgische vlag. En de finish van Green. Voor de Engelsen in 2-0-9-36. Daar is onze Geert in 2-13-94, waarmee hij dus Merlovic achter zich had. Die gezichtsuitdrukking die vind ik begrijpelijk. Want je zal daar rijden in de lokaal van geluid en die man daar. Mooi hoor. Ja, dat is een hartstikke leuke vent hoor.